Op welke manier hebt u de man kunnen vinden, meneer Van Steenderen? Over de wijze waarop wij erachter zijn gekomen waar hij zat, moet ik me niet over uitlaten. Hoe was de gemoedstoestand, de gezondheid van de man op het ogenblik dat hij werd gevonden? Nou, ik moet zeggen, uiterlijk rustig. En de gezondheidstoestand die leek heel redelijk te zijn. Ja. Is de man in de oorlog betrokken geweest bij de dood van Nederlanders? Ik durf daar geen rechtstreeks antwoord op te geven, maar hij is wel betrokken geweest bij de organisatie en ook de assistentieverlening, het deelname aan razzia's en het oppikken van mensen in de oorlog. Ja. De man is ter dood veroordeeld. Kan die executie nog altijd worden uitgevoerd? Theoretisch wel, ja. Een fragment uit het NOS-journaal van 11 april 1974. Op die dag rijden er twee zwarte Mercedes'en de Haagse Vogelwijk binnen. Bestemming Pauwelaan nummer 95. Daar aangekomen stappen er 6 man uit, 6 politieman. Ze bellen aan, het is 11 uur in de ochtend. Een 83-jarige breekbare man doet open. Die ziet die 6 agenten staan en die weet genoeg. Hij zegt, u komt mijn zoon halen. Hij roept iets naar boven en even later komt die zoon naar buiten. Heel rustig, heel kalm, beheerst met een koffer in zijn hand. Ze wisselen nog een paar woorden op de drempel en dan rijden de auto's weg. De man die die ochtend wordt opgepakt is Jacques Philippa. Jacobus Petrus Philippa. Hij is 56 jaar oud. Het is een oorlogsmisdadiger. Verantwoordelijk voor razzia's, voor arrestaties, voor mishandelingen en martelingen. Daarvoor is hij ter dood veroordeeld. Bij verstek, want sinds mei 1945 is hij onvindbaar. Hij is van de aardbodem verdwenen. 29 jaar later hebben ze hem eindelijk te pakken. En dan is de vraag, waar hield hij zich die 29 jaar dan verborgen? Waar hield hij zich schuil? Nou, dat was hier, Pauwelaan nummer 95. De zolder van zijn ouderlijk huis. 29 jaar lang en niemand heeft ook maar iets vermoed, iets geweten. Behalve zijn allernaaste familie. Hoe zag die zolder van Jacques Philippa eruit? Dat weten we niet precies, want hij heeft nooit een dagboek bijgehouden. Nooit zijn memoires geschreven. We moeten het doen met een paar bronnen. Zoals daar zijn het rapport dat hij na zijn arrestatie schreef voor de reclassering. We hebben het enige interview dat hij ooit gaf in zijn leven aan 2 journalisten van het Nieuwsblad van het Noorden. In 1980 was dat. En we moeten het doen met de getuigenissen van de familie. Bijvoorbeeld met deze foto. Kijk even naar het meisje links vooraan. Kerstavond 1961. Ze is daar ongeveer 16 jaar oud. En 60 jaar later deelt ze met ons haar herinneringen. Dit ben ik. Dat is mijn zusje. Tante Riet. Hier zitten 2 kinderen. Mijn opa zit daar achter aan het hoofd van de tafel. Ik ben Olga. Ik ben de dochter van Nel Philippa. Nel Philippa was de zus van Jacques Philippa, de oorlogsmisdadiger die na 29 jaar bekend werd, gepakt werd. Hij zat bij mijn opa en oma op zolder en toen we het hoorden waren we helemaal verbijsterd. Die zolder, hoe zag hij eruit? In het Nieuwsblad van het Noorden zegt Jacques daar het volgende over. Het was een grote, ruime zolder. En die was in 2 gedeeld. 1 gedeelte was gewoon zolder. En daar had je voor de logees had je 2 kamertjes. 1 van die kleine kamertjes die was voor mij. Mijn ouders woonden beneden. Ze sliepen recht onder mij. Daar was de slaapkamer. En verder had ik uitzicht op straat door een dakkapel. Dat was alles. Van die zolder van toen is niets meer over. Toen vader Philippa was overleden in 1983 werd het huis verkocht. Maar niet nadat de familie de bovenverdieping helemaal had gestript. De kopers van toen die wonen er nu nog. En die vertelden ons dat er geen spijker meer aan de muur zat. Het was helemaal kaal. Het enige wat er nog op die zolder stond, dat was een loodzware kolenkachel. En 1 klein saillant detail. Boven in de zoldering aan een balk 2 ijzeren haken, van die gekrulde haken. En daar had Jacques waarschijnlijk een rekstok aan hangen of 2 ringen. Want hij moest die 29 jaar toch een klein beetje in conditie blijven. Dit zijn de ouders van deze Jacques Philippa. Bernard Philippa en Elisabeth Brinkman. Bernard zal zich die ochtend eenzaam hebben gevoeld. Want 7 maanden voor de arrestatie was zijn vrouw overleden. En hij stond er die ochtend helemaal alleen voor.
Maar er moet ook een enorme last van hem zijn afgevallen. Want de ouders van Jacques hadden 29 jaar een dubbel leven moeten leiden. Tegenover hun buren, tegenover hun allerbeste vrienden, tegenover alles en iedereen. 29 jaar op je qui vive zijn, 29 jaar geen foutje mogen maken. In welke spagaat hebben deze mensen geleefd? Nu kan ik eindelijk 's avonds de gordijnen openlaten, had hij tegen zijn buurman gezegd. En zo was het. Bernard Philippa was 83 jaar oud. En de jaren die hij misschien nog te gaan had, kon hij eindelijk aan zichzelf besteden. Want zo lagen de feiten. Door daaronder te duiken had Jacques Philippa de hele familie gegijzeld. En die familie Philippa, vader van Rob, vierde op 11 april 1974 eindelijk hun bevrijdingsdag. 29 jaar na de oorlog. De arrestatie was voorpagina nieuws. Niet alleen in Nederland, maar tot ver daarbuiten. Tot aan de voorpagina's van de New York Times. Moet je voorstellen, 30 jaar lang ben je onzichtbaar en opeens staat jouw foto op alle voorpagina's. Jacques Philippa was een media-hype en de pers dook er bovenop. Ze reden massaal naar die Powerlaan, belden daar aan, maar vader was voor de zekerheid zelf maar even ondergedoken. Dan belden ze aan bij de buren. En natuurlijk de hele tijd die vraag: heeft u ooit iets gezien? Heeft u iets vermoed? Heeft u iets geweten? Buurman en buurvrouw Gravenkamp die doen in de krant ook een verhaal en die zijn even verbijsterd als de rest van Nederland. Nee, dat hebben zij helemaal niets van geweten. En bovendien, meneer en mevrouw Philippa waren de aardigste buren die je kon voorstellen. Na de arrestatie waren er wel opeens wat kwartjes gaan vallen. Bijvoorbeeld, als het huis werd geschilderd, dan werd de dakkapel nooit meegenomen. Nee, natuurlijk niet. Daar zat die zoon en dan had de schilder het gezien. Nog iets. Na de dood van mevrouw Philippa kreeg meneer Philippa van Tafeltje Dekje altijd een maaltijd thuis bezorgd. Kreeg hij altijd een extra grote portie. Ja, had hij gezegd, ik ben nou eenmaal een grote eter. En nog iets anders. Als de meneer en mevrouw Philippa een weekendje weg waren, dan kwam de dochter altijd het huis inspecteren, soms twee keer op een dag. Zo vaak hoefden de planten toch niet water. En dan was er nog het verhaal van de dochter van mevrouw Gravenkamp. Die had aan haar moeder verteld dat ze een keer in de tuin lag te zonnen, lekker in de bikini. En toen wist ze zeker dat ze bespied werd door een man achter het zolderraam bij de buren. Onzin, had moeder gezegd. Dat kan helemaal niet. Maar misschien had ze dus toch gelijk. Nou, dat ging wekenlang zo door in de kranten en er werd gespeculeerd en er werd gefantaseerd en er werd van alles beweerd. En het was natuurlijk ook een ongelooflijk verhaal. Iemand die 29 jaar zit ondergedoken in zijn ouderlijk huis daar op een zolder en niemand die er iets van weet. Het leek wel een film. En 47 jaar later lijkt het nog steeds een film. Alleen het verhaal van Jacques Philippa is geen film. Het is echt gebeurd. Tegen de werkelijkheid valt niet op te fantaseren. Hoe had Jacques die schuilzolder van hem ingericht? Soberheid troef. Er stond een prachtige leesfauteuil met een hele mooie lamp. Een eenvoudige tafel, een eenvoudige stoel en een even eenvoudig bed. Hoe was zijn dagindeling? 'S Ochtends heel vroeg opstaan, rekken, strekken, fitness. Daarna ontbijt. Af en toe met zijn ouders, maar hij deed het het liefst alleen. Dat gold ook voor het avondeten. En daarna was het voornamelijk heel veel lezen. Alles wat los en vast zat, kranten, tijdschriften. Zijn ouders zorgden voor leesvoer uit de bibliotheek. Hij had een radio en dan luisterde hij toch vooral naar de BBC. They can carry on pending an appeal. En dan was er ook nog een televisie. Die stond niet op de zolder, maar die had zijn ouders beneden staan. En dan mocht hij af en toe aanschuiven. Op één voorwaarde, gordijnen pot dicht. Dus stel je voor, die televisie, dat kleine venstertje. En het dakraam, dat was zijn enige visuele contact met de buitenwereld. Dus 29 jaar lang zit er tussen jou en die buitenwereld een stuk glas. Hij hield van kruiswoordpuzzels, open plek in het bos, 3 letters, een tra, rivier in Drenthe, 5 letters, de Hunze, dat soort werk. En hij was een schaakliefhebber, want pas op, het was een intelligente man. Hij hield van het oplossen van schaakproblemen en het naspelen van partijen.
Het was ook een man natuurlijk die in het leven zijn zetten goed overdacht. En als je dat leven dan overziet, dan kun je zeggen hij was zeer enthousiast in de opening en het middenspel. Maar vrij dramatisch in het eindspel. Waar was Jacques nou voor op de vlucht? Waarom al die lange jaren schuilhouden op een zolder? Nou, in ieder geval was hij doodsbang voor de doodstraf. Hij wist donders goed wat hij op zijn kerfstok had. Waffen-SS, landwacht, razzia's, mishandelingen, martelingen. En die doodstraf die kreeg hij ook op 1 januari 1950. Toen zat hij overigens al 4,5 jaar op die zolder. De doodstraf, daar kunnen wij ons in het Nederland van 2021 amper meer een voorstelling van maken. Gelukkig maar. Maar zo kregen de kampbewaarders van kamp Amersfoort de hoogste straf te horen. Bij de bevrijding werden een aantal van de kampbewakers ingerekend. Het onderzoek van hun misdaden heeft lang geduurd, maar zij zijn tenslotte voor het gerecht gebracht. Na een verhoor van vele dagen is nu het ogenblik aangebroken waarop de beulen van Amersfoort zullen vernemen hoe het Nederlandse volk over hen oordeelt. Daar zitten ze nu. Berk, de commandant van het kamp. Cotella, zijn sadistische plaatsvervanger. Braam. Oberle, de schaapherder. Alscher en Mai. Het Hof. Bezitteres, geopend. Er is, mijn zin, een grens. Waarboven geen onderscheid meer te maken valt tussen het meer of minder erge. En die grens is in alle Amersfoortse zaken verre overschreden. In het algemeen zou men kunnen zeggen dat in zware gevallen langdurige gevangenisstraffen worden opgelegd. In zeer zware gevallen levenslang en in de allerzwaarste de doodstraf. Wat men dan daarbij zwaar vindt, kan men niet in woorden worden uitgedrukt of op andere wijze wiskunstig gemeten. Het is een kwestie van aanvoelen. Maar voor het Nederlandse volk en dus ook voor mij staat vast dat de verdachten van heden tot de allerzwaarste categorie behoren. En hoewel misschien de een nog meer heeft gedaan dan de ander, is van ieder der verdachten het complex vermisdrijven zo ernstig dat ik meen ten volle verantwoord te zijn door tegen elk der verdachten de doodstraf te eisen. Ik dank u wel. Jacques las zijn doodvonnis in de krant. Misschien kwam zijn vader er wel de trap mee op. Kijk jongen, dankzij jou staat de familie Philippa in de krant. Dat zou overigens niet de laatste keer zijn. Het waren maar een paar regels. Bijzondere strafkamer in Assen legt de doodstraf op aan J.P. Philippa. Voortvluchtig, SS, landwacht, razzia's, het hele verhaal. Een paar regels, maar wel een inktzwart verleden. En met dat inktzwarte verleden staat je zoon dan op de stoep, op de Pauwelaan. Wat doe je dan als ouder? Dat zijn nogal dilemma's. Zijn vader wilde in ieder geval van het onderduiken helemaal niets weten. Die was fel anti-Duits. Bovendien was hij een onderwijzer, een man van gezag, autoriteit. Hij had zijn naam hoog te houden en ook de naam van de familie was hem heilig. Voor zijn moeder gold dat heel anders. Die smeekte aan Bernhard om de zoon op te nemen. Die kuste letterlijk zijn voeten. Uiteindelijk gaat hij overstag. Uit liefde voor Elisabeth, niet voor zijn zoon. Mijn opa die was trots op het feit dat hij een goede naam had. Hij heeft regelmatig een onderscheiding gekregen. Hij werd gerespecteerd. En hij wist ondertussen dat hij zijn zoon verborgen hield. Die dus een oorlogsmisdadiger was. En dat vond hij niet prettig. Maar dat deed hij naar aanleiding van de vraag van oma. Die het niet kon verkroppen dat haar zoon de doodstraf zou krijgen. En zo mocht Jacques binnenkomen. Hij schrijft later: de eerste dag verliep wat stroefjes. Daarna besloten mijn vader en ik om het verleden maar voor altijd te laten rusten. En dat is 29 jaar zo gebleven. Maar om iets van Jacques te begrijpen, zullen we toch over dat verleden moeten hebben. Hij was 23 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En een wereldoorlog eerder werd hij geboren, in 1917 in Rotterdam. Hij was de tweede in een serie van 5 kinderen. Hij had een oudste zus boven zich en daarna kwam nog een zus en 2 broers. Dit zijn vader Bernhard Philippa en Elisabeth Brinkman. Bernhard Philippa, een wandelstokje, een strooie hoedje, man met het hart op de juiste plek, overtuigd katholiek. Hij had het allerbeste voor met zijn kinderen. En aan zijn zijde Elisabeth, een warme, empathische vrouw. Bernhard is onderwijzer. Hij staat voor de klas. Maar het is ook een man met ambities. Alleen voor de klas staan is niet genoeg.
Met hard werken schopt hij het tot directeur van de tweede ambachtsschool in Den Haag. Dat betekent ook verhuizen van Rotterdam naar Den Haag. Jacques is 5 jaar als ze in Den Haag komen wonen. De Filippa's hebben het niet breed. Er is niet veel geld voor clubs en sportverenigingen en dat soort werk. En de vraag is ook of Jacques daar ook veel behoefte aan had. Want al op jonge leeftijd is hij een teruggetrokken type. Ik was graag alleen, schrijft hij later. Natuurlijk had hij ook wel wat vrienden hier. Foto ijspret. Jacques is de tweede jongen van rechts met de witte trui. Maar toch, echte goede vrienden had hij niet. Even een sprongetje in de tijd. De middelbare schooltijd. Jacques gaat naar de HBS. Dat wordt een periode van vallen en opstaan. Zijn lievelingsvakken op de HBS zijn economie en staatsinrichting. Twee dingen die in het Europa van de jaren 30 nogal spelen. Economie en staatsinrichting. En dan schrijft hij in zijn reclasseringsrapport die ene vrij belangrijke zin. Rond mijn 17e ontstond mijn belangstelling voor het nationaal socialisme. En dan probeer ik mij te verplaatsen in de 17-jarige Jacques Philippa. 17 jaar, middelbare school. Dat is de leeftijd dat je je eerste serieuze vraag gaat stellen. Wat wil ik met mijn leven? Wat wil ik gaan worden? 17 jaar, dan is het 1934. En in die tijd gebeurden er in Duitsland grote dingen. Hitler is een jaar aan de macht. Het nationaal socialisme zegeviert. Jacques leest dat ook in de kranten. Daar worden de crisis en de werkloosheid tenminste aangepakt. Daar is leiderschap. Heil Arbeitswille! Een nieuw leger wordt uit de grond gestampt. En het mag gezien. Dat is nog eens wat anders dan dat lamlendige zootje hier in Nederland, waar niks van de grond komt en alles altijd verzandt in eindeloos vergaderen en compromissen. Dat nationaal socialisme, daar wil ik bij horen. Daar wil ik deel van uitmaken. Daar ben ik iemand. Hij kan het allemaal gedacht hebben. Misschien zette Jacques zich wel af tegen zijn vader. Die katholieke, fel anti-Duitse onderwijzer. Welke jongen van 17 zet zich niet af tegen zijn vader? Misschien was het een mengeling van alles. In ieder geval leest Jacques de Volk en Vaderland, kortweg de VOVA, de partijkrant van de nationaal-socialistische beweging van Anton Mussert. De krant die altijd zo enthousiast verslag doet van de partijdagen in Nuremberg, in het zuiden van Beieren. Altijd in september, gegarandeerd mooi weer. Ze hadden er zelfs een apart woord voor, Parteitagswetter. Na de HBS wil Jacques heel graag rechten gaan studeren, maar helaas, daar heeft vader geen geld voor. Nou ja, dan maar eerst de dienstplicht vervullen. En Jacques zet meteen hoog in, want hij gaat naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Niks, Jan Soldaat, officiersopleiding. En we zien hem daar zitten, de jonge officier, nog heel bescheiden rechts aan de tafel. Flip, zo noemen zijn studiegenoten hem. Flip, dat klinkt heel vriendschappelijk. Maar als diezelfde jongens hem in 1974 in de krant zien staan, dan omschrijven ze hem allemaal als kil, gesloten, afstandelijk en vooral fanatiek pro-Duits. Terwijl Jacques op de KMA zit, staat de geschiedenis niet stil. Adolf Hitler heeft zijn masker afgegooid. Het Rijnland wordt bezet, daarna Sudetenland en in 1938 de Anschluss met Oostenrijk. En heel Europa houdt de adem in. Waar houden de ambities van Hitler op? Nederland is paraat en Nederland mobiliseert op 28 augustus 1939. Deze posters hangen door heel Den Haag. Een paar dagen later, 1 september 1939, vallen de legers van Hitler Polen binnen. En 8 maanden later, op 10 mei 1940, is Nederland aan de beurt. Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Jacques is onder de wapenen en er wordt naar de Grebbelinie gestuurd. Een paar maanden ervoor was de Grebbelinie nog geïnspecteerd door koningin Wilhelmina. Jacques heeft de functie van commandant van een mitrailleurpost. Dat moet hem toch een dubbel gevoel hebben gegeven. Als bewonderaar van het nationaal socialisme moet je vechten tegen de legers van Hitler, de architect van hetzelfde nationaal socialisme. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald. Duitse soldaten zouden later met bewondering spreken over de heldhaftigheid van het Nederlands leger op de Grebbelinie. Maar het Nederlands leger moet terugtrekken achter de waterlinie.
En tijdens de aftocht hoort Jacques van de capitulatie. En dat niet alleen. Koningin Wilhelmina is met haar regering gevlucht naar Londen. Jacques schrijft: dat laatste heeft op mij een bijzonder negatieve indruk gemaakt. Het heeft lang geduurd voor ik het normale staatkundige aspect hiervan kon accepteren. Landverraders. Slappelingen. Hij zegt het nog net niet hardop. Als Nederland heeft gecapituleerd, kan Jacques eindelijk voor zijn sympathieën uitkomen. Stap voor stap komt hij uit de politieke kast. En in mei 1941 sluit hij zich aan bij de Nationaal-Socialistische Beweging, bij de NSB. En dat is een drama in familieverband. Zijn vader wil er niets mee te maken hebben. Hij zegt: voor mij heeft Jacques als zoon afgedaan en hij verbreekt alle contacten. Voor moeder Elisabeth is dat een emotionele stap te ver. Ze houdt de lijnen open en ze blijft Jacques brieven schrijven. Ze beginnen allemaal hetzelfde: lieve Jacques. En ze eindigen altijd weer: ik mis je. Vanaf de dakkapel op de Pauwelaan had Jacques uitzicht op de duinen, het Westerduinpark. En daarachter lag de zee. Ik heb het even nagelopen, het is precies 12 minuten lopen van de Pauwelaan tot het strand tussen Scheveningen en Kijkduin. In de oorlog was dit allemaal sperrgebied, een militaire zone. Het Westerduinpark was onderdeel van de Atlantiekwal. Overal waren er bunkers en greppels. Maar toen Jacques een kleine jongen was, was dat toch helemaal niet zo. Hij speelde er vaak. Hij kende er iedere duinpan, ieder pad, iedere boom was bekend gebied voor hem. En dat moet hij toch heel vaak gedacht hebben in al die lange jaren op die zolder. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Welke afslag heb ik in mijn leven genomen? Waarom is het allemaal zo misgegaan? Je kijkt uit op de speeltuin van je jeugd. De tijd dat je nog een leven voor je had. De tijd dat alles nog goed was. Eigenlijk was het een dolende ziel. Vanaf jongs af aan heeft hij gezocht hoe hij moest leven. Wat het beste was, wat de beste richting was waarin hij zich kon ontplooien. Hij was eigenlijk veel te serieus, denk ik. Mijn opa noemde hem Lord Wanhoop. Eenmaal lid van de NSB meldt Jacques zich al snel aan bij de WA, de weerafdeling van de NSB. Knokploeg, ordendienst, een vergaarbak van opportunisten en vechtjassen. Pure treiteraars. Jodenpesten, dat vinden ze leuk. Net zolang pesten tot zij de eerste tik uitdelen, zodat jij gelegitimeerd mag terugslaan. Bij de WA is een grote behoefte aan geschoolde militairen en Jacques is zo'n militair. Even kort zijn carrière. Hij komt terecht in Zaandam, geeft daar leiding aan een groep van 21 man. Is daar betrokken bij geweldsincidenten. Het zegt iets over het fanatisme waarmee hij te werk gaat. En dan wordt hij overgeplaatst naar Groningen. En in Groningen komt hij voor het grootste gedeelte achter een bureau te zitten. En dat is helemaal niks voor Jacques. Want Jacques is een man van de praktijk. En dan valt zijn oog op een oproep in De Zwarte Soldaat. Lijfkrant van de weerafdeling. En wat staat daar? Flinke kerels melden zich aan bij de Waffen, SS en de Landwacht. Alles atmen. De boodschap: aan het oostfront vindt de echte strijd plaats. Tegen het rode gevaar, het bolsjewisme. En daar voelt Jacques wel voor. Arme goed. In augustus 1942 meldt hij zich aan bij de Waffen-SS. Hij is dan bijna 25 jaar oud. Met zijn handtekening bekrachtigt de vrijwilliger zijn daadwerkelijke deelname aan de strijd voor een nieuwe toekomst. Die stap zal hem later bij zijn vonnis bijzonder zwaar worden aangerekend. Want daarmee treedt hij in vreemde krijgsdienst. En ook nog eens bij een land waarmee Nederland in oorlog is. Hij verliest zijn Nederlanderschap. In ruil daarvoor krijgt hij de Duitse nationaliteit. En dat moet hij allemaal geweten hebben. Maar kennelijk woog dat niet allemaal op tegen die ene grote droom die hij nu kon realiseren. Meebouwen aan het grote Germaanse Rijk. Hij verkast naar de opleidingsschool van de SS ten zuiden van München in Bad Tölz. De SS-Junkerschule. In Bad Tölz wurde im Jahre 1934 die erste SS-Junkerschule der Waffen-SS eröffnet. Hier wird der aktive Führernachwuchs der Waffen-SS ausgebildet.
Er hat sich inzwischen an allen Fronten dieses Krieges bewährt. Wat hield die SS-Junkerschule eigenlijk in? Werken aan fysieke topconditie, maximale mentale weerbaarheid, discipline en blinde gehoorzaamheid. Je werd er ook ideologisch geschoold, mentaal afgebroken en weer opgebouwd. De leuzen van Hitlers elitekorps, meine Ehre heißt Treue. Trouw. Trouw aan je kameraden, trouw aan je superieuren, trouw aan het vaderland, maar vooral trouw aan Adolf Hitler. Führerprinzip. Om de nationaal-socialistische idealen te realiseren was geweld een absolute noodzaak. Sterker nog, het was vooral gelegitimeerd. Daar in Bad Tölz legt Jacques de basis voor de wreedheden die hij later zou begaan. Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation. Hij schrijft: echt bang was ik nooit op dat zolderkamertje. Dat kamertje maakte mij rustig. Misschien wel omdat ik daar als kleine jongen had gespeeld. Spanning was er wel. Die ging als een golfbeweging. Als je weer eens iets las over een opgespoorde oorlogsmisdadiger. Of de dag dat ik mijn doodvonnis las in de krant. Nachtenlang sliep ik niet. Ik liep maar over die zolder heen en weer. Dit is lang. Na een aantal dagen nam dat dan weer af. Tot het weer opnieuw kwam. Headlines from the BBC. Ook als er een auto voor de deur stopte. Ik keek dan door een gordijntje bij het raam wie dat was. In het begin had ik een grote kast om me in te verstoppen. Een plank op de bodem kon omhoog. Maar al gauw dacht ik daar niet meer aan. En hij kweekte kanaries op zijn zolder. Heel toepasselijk. Gekooide wezens onder elkaar. Als mijn ouders een avondje weg waren, dan was ik wel bang voor inbrekers. Want ja, wat moet je doen? Je kan geen alarm slaan. En als de politie dan later onderzoek zou doen en vingerafdrukken zou afnemen, dat zou voor mij fataal zijn. Een trouwfoto. Waar Jacques zijn Jenny Haaskamp precies heeft opgeduikeld, dat weten we niet. Waarschijnlijk uit NSB-kringen, want ze was zelf ook enthousiast lid. Jacques is hier 26 jaar en zij is 18. Ze zijn verliefd, ze verloven zich en een jaar later zijn ze getrouwd. Maar er rust geen zegen op het huwelijk, want Jacques is niet bepaald een grote prater. Later zal hij schrijven, ook in mijn huwelijk was ik liever alleen. Bovendien was hij ook nou niet bepaald de uitvinder van de gezelligheid. Dus binnen een jaar is Jenny weer bij haar ouders ingetrokken. En een paar maanden na de oorlog vraagt ze echtscheiding aan. De reden? Overspel. Kinderen hadden ze niet. In 1974 weet de pers ook Jenny Haaskamp te vinden. En ze vragen haar om een portret te schetsen van Jacques Philippa. Ze zegt dan, ja, het was gewoon een charmante man. Hij was knap, hij was hoffelijk, beleefd. Ik werd verliefd. En helaas zijn we ook getrouwd. Ik dacht dat hij van de aardbodem verdwenen was. Ik heb hem nooit echt goed gekend. Ik weet niet wie hij werkelijk was. Zou Jacques na de oorlog nog wel eens aan zijn Jenny hebben gedacht? Zou hij misschien toch ergens nog een fotootje van haar hebben bewaard? Of was hij daar op die zolder te druk met het verleden te vergeten? Was hij simpelweg te druk met overleven? Want overleven op zo'n zolder, 29 jaar, daar komt wel wat bij kijken. Bijvoorbeeld wat te doen met kiespijn. Naar de tandarts kun je niet. En dat was precies wat er gebeurde. Dus moest vader inderdaad op een dag met een nijptang een rotte kies bij Jacques trekken. Nierstenen kreeg hij ook last van. Kon hij ook niet naar de dokter. Gelukkig had zijn moeder problemen met haar gal, dus die kon bij haar dokter wat extra pijnstillers voor hem krijgen. En bijvoorbeeld zoiets simpels als het doortrekken van een wc. Wat doe je als je ouders een weekendje weg zijn? Dan kan dat niet, want ja, het huis wordt geacht leeg te zijn. Dus verzamel je het maar allemaal in die pot en wacht je tot ze terug zijn. En dan, wat doe je als er bezoek is? Muisstil, mocht helemaal niks bewegen. En dan wacht hij als een plank meer dan 2 uur zo op zijn bed. Wij mochten nooit naar boven. Wij mochten tot de derde tree. En dat deden we. Wij waren gewend dat het bij opa en oma net wat anders is dan thuis. Nou, dat accepteer je.
Het is 1961. We vieren daar kerst, zoals elk jaar. En één keer waren er ook oom Ben, tante Riet met kinderen erbij. En we aten altijd hetzelfde, best lekker. Dat was Wiener Schnitzel met een anchovisrolletje. Aardappeltjes, appelmoes zal wel. Het kunnen ook ertjes of boontjes zijn, het echte ouderwetse eten. Toen Sjaak opgepakt werd, hoorde ik van mijn moeder dat het Sjaak was die kookte. En ik denk dat hij het prettig vond dat hij zijn handen uit zijn mouwen kon steken. Want verder boven op zolder is ook een beetje saai. Bij de SS schopt Sjaak het tot Unterscharführer, een soort korporaalsfunctie. Alles lijkt goed te gaan. En dan, aan het eind van de opleiding, krijgt hij te horen dat hij niet geschikt is voor actieve diensten bij de SS. Dat is een behoorlijke streep door de rekening. Een reden daarvoor krijgt hij niet te horen. En daarom verzint hij zelf maar een reden. Hij zegt, met mijn donkere haren zag ik er waarschijnlijk niet arisch genoeg uit. Ik denk dat de achternaam Philippa ook niet direct boreale associaties zal hebben opgeroepen. In ieder geval, er ligt een droom aan duigen. De SS. Dat zou mooi kunnen zijn. Sjaak, kom je naar beneden? De eerste mens gaat landen op de maan. Ik denk dat Elisabeth zoiets geroepen heeft naar haar zoon in juli 1969. Als gezegd, er was beneden een televisie. En op die televisie zag Sjaak de snel veranderende wereld aan zich voorbij trekken. Maar het was wel een wereld waar hij buiten stond. Waar hij niet aan deelnam. Stand by. One small step per man. Juist op het ogenblik dat ons land zich zo goed mogelijk hersteld had van de grote schade die het in de oorlog op vele punten had geleden. Die met een welgericht schot Duitsland de leiding bezorgde en daarmee de wereld bleek bij de concerten die de Beatles overal in de wereld gaven. Tegenhanger in de vlucht van een soldaat van het Oost-Duitse leger die op wacht stond bij de versperring. Mede gezien moet worden als een protest tegen de machine die in ons leven steeds dieper ingrijpt. Als de SS-droom aan duigen ligt, dan zet Sjaak die ene stap die hem uiteindelijk naar deze zolderkamer zal voeren. Hij meldt zich aan bij de Landwacht, een paramilitaire Nederlandse hulpdienst van de Duitsers. Een ordendienst, hoofdzakelijk bemand door NSB'ers. Ze zijn gehaat bij iedereen. Een officieel uniform hebben ze niet, maar wel altijd deze rode armband waarop staat Landwacht. Ze opereren hoofdzakelijk per fiets en zijn bewapend met een jachtgeweer. Vandaar ook de spottende bijnaam Jan Hagel. Sjaak Philippa wordt districtscommandant van de Landwacht in Drenthe. En dat betekent dat alle activiteiten van de Landwacht ook vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Ook die van de gevreesde bloedploeg Norg. Bloedploeg Norg, de naam zegt al, actief in Norg, maar ook in Diever in de omgeving van Assen. Het hoofd van de bloedploeg Norg is een Amsterdammer, Gerrit Sanner. En ze gaan echt als beesten tekeer. Opsporen van verzetsmensen, het opsporen van onderduikers, razzia's, mishandelingen, martelingen, ze doen het allemaal. Slachtoffers van de bloedploeg Norg die worden onderworpen aan een zogenaamd scherp verhoor. Zeg gerust bont en blauw geslagen. Of erger, de beruchte badkuipmethode, waarbij de slachtoffers handen en voeten boven het bad worden gehangen, onder worden gedompeld tot ze bijna stikken. En dan gaan ze weer omhoog en nog een keer, net zo lang tot ze breken en alles bekennen. En Sjaak heeft van al die activiteiten geweten, heeft het allemaal gesteund en heeft het allemaal gefaciliteerd. Zoals u weet, misschien ben ik gearresteerd geweest door de bloedploeg in Norg. Ik kwam thuis. Toen waren ze bezig met huisonderzoek, ben ik in een val gelopen. Toen werd u naar die villa gebracht. En wat gebeurde daar met u? Daar ben ik een scherp verhoor onderworpen. Wat is scherp verhoor? Niet op democratische wijze verhoord. Ja. En na meerdere dagen toen is al die mensen zijn afgevoerd naar Duitsland toe. Waar mijn collega Wouda, waar een geweldige steun heb gehad, en ik, die mogen niet getoond worden, kennelijk aan de SS. Maar wij zijn toen achtergebleven. En dat we opgekalevaten waren weer. Toen naderhand, na 10, 14 dagen, toen zijn we naar huis gezonden. Was u fysiek in staat om naar Duitsland gestuurd te worden toen? Heel moeilijk, heel moeilijk. Lichamelijke kwetsuren? Wel enigszins, ja. Blauwe plekken? Ik kon eerst niet, ik kon helemaal niet lopen of iets dergelijks niet. Praten? Dat ging nog wel.
Ik ben daar min of meer hardgangenwijs daar behandeld. En ik ben daar ook nog een beetje bewusteloos bij geraakt. U heeft veel pijn gehad? U praat er liever niet over? Niet te veel. Het is al zo lang geleden meer en die jouw wonden niet te graag meer opreten. Na zijn arrestatie zou Jacques bij hoog en bij laag beweren dat hij nooit persoonlijk heeft deelgenomen aan al die gruwelijkheden. Maar er zijn getuigen die beweren dat hij dat wel degelijk deed. Aan de andere kant, er zijn ook getuigen die beweren dat er bij al die martelingen altijd een stille man was op de achtergrond. Die zelf niets deed, maar ook niets deed om het te verhinderen en iedereen zijn gang liet gaan. Hoe het ook zij, alle activiteiten van die landwacht in Drenthe vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Dat wist Jacques donders goed. En daarom was hij er bang voor. Daarom was hij bang voor die doodstraf. Daarom was hij op de vlucht. En terecht. Want het hoofd van de bloedploeg Norg, Gerrit Sanne, die werd inderdaad direct na de oorlog opgepakt en kreeg de doodstraf. En die werd ook voltrokken op 1 mei 1947. En reken maar dat Jacques, toen hij dat in de krant las, daar op zijn bed heeft liggen bibberen. Na de capitulatie vlucht Jacques via Assen naar Amsterdam. Hij had natuurlijk ook naar Duitsland kunnen gaan. Als gezegd, hij was SS'er, Duitse nationaliteit. Dan zou hij zeker niet worden uitgeleverd aan Nederland. Maar dat deed hij niet. Hij gaat naar Amsterdam, duikt daarvoor een paar weekjes onder bij zijn oudste zus en meldt zich dan vervolgens op de Pauwelaan in Den Haag. En dan, daar op die Pauwelaan, begint die 29-jarige onderduik die, in de woorden van de buurman, zal worden uitgevoerd met fabelachtig vakmanschap. Ik was hoogstens 5 jaar en ik mocht met oma mee helemaal naar boven toe. En het eerste wat me opviel, dat was echt zo'n zolderkamer met een schuine wand en er hing een doek voor. En ik zag iemand, een man, dat weet ik wel, en die dook eronder en die gaf mij een kettingje. En daarna gingen we naar beneden toe weer met oma. En daarna kwam mijn moeder me halen. Die wist denk ik nergens wat van. Plots was het kettingje weg. Waarom weet ik niet. Ik was kwijt, ik vond het jammer. Maar na de hand denk ik dat mijn moeder dacht van dadelijk gaat ze vragen stellen dat ze hem afdeed of zo. Zoiets. Vragen stellen, dat moest voorkomen worden. Een klein meisje kan zomaar uit zichzelf gaan praten. Alles wat de kleine Olga daar op die zolder had gezien, dat moest vergeten worden. Maar oorlog en vergeten, dat gaat maar moeilijk samen. Dat bleek maar weer eens aan het begin van de jaren 70 met de kwestie van de drie van Breda. De drie Duitse oorlogsmisdadigers die er al 27 jaar in Nederlandse gevangenschap zaten. Even lang als Jacques op die zolder zat. Wat was de vraag? Of zij zo langzamerhand misschien voor gratie in aanmerking zouden komen? Het is 1972. Veel van dat protest tegen de door de regering voorgestelde vrijlating van de drie van Breda werd zichtbaar in Den Haag. Voor de hearing van de Vaste Kamercommissie voor Justitie. De drie van Breda, Cotella, Fischer en Ausdurfunten. De vraag waar het om gaat is of zij na 27 jaar gevangenschap voor de tweede maal gratie moeten krijgen. Tijdens de urenlange hoorzitting in de Tweede Kamer werd door afgevaardigden van vele Joodse organisaties gepleit tegen de vrijlating. Voor de drie van Breda, die tienduizenden mensenlevens op hun geweten hebben, kunnen geen verzachtende omstandigheden gezocht en gevonden worden. Aan het slot van de zitting kwamen de emoties van de toehoorders op de publieke tribune tot een uitbarsting. En waarvan het van zo groot belang is. Mocht Jacques daar op die zolder gedacht hebben dat in het begin van de jaren 70 de oorlogsemoties wel wat geluwd zouden zijn, dan had hij het behoorlijk mis. Het kan toch niet anders of die hele kwestie van de drie van Breda moet toch daar op de Pauwelaan een gespreksonderwerp geweest zijn. Misschien dan niet met zijn vader, met wie hij nooit meer over de oorlog wilde praten, maar dan toch wel met zijn moeder, met Elisabeth, met wie hij altijd een nauwere band heeft gehad. Elisabeth Brinkman. Ze stierf 7 maanden voor zijn arrestatie. Ze lag in het ziekenhuis met kanker, dat zou ze niet overleven. Vlak voor haar overlijden schrijft ze nog een afscheidsbrief aan Jacques. En dat is dan ook weer iets van die hele kwestie. Hij kan niet naar haar begrafenis.
Hij kan geen persoonlijk afscheid nemen. Niet openlijk zeggen dankjewel voor alles. Aan de vrouw die toch de voeten heeft gekust van haar eigen man om haar zoon daar in huis op te nemen. Het is er allemaal niet bij. En dan zie je de overlijdensadvertentie van Elisabeth Brinkman. En daar staan dan drie woorden onder. Het zijn drie woorden die je wel vaker ziet onder een overlijdensadvertentie. Maar in het kader van dit hele verhaal is het allemaal zo wrang. Liever geen bezoek. Uiteindelijk werd Jacques aangegeven door zijn zus, zijn oudste zus in Amsterdam. Hij had een goede reden voor. Moeder was dood en vader kon onmogelijk in zijn eentje nog voor zijn zoon zorgen. De situatie was onhoudbaar geworden. De familie vond het wel goed zo. Ze gunde vader nog een paar laatste mooie jaren. Jacques zelf voelde zijn arrestatie als een opluchting, dat zei hij later. In het huis van bewaring kan ik tenminste mijn eigen gang gaan. Ik kan lawaai maken zoveel als ik wil. Ik kan de wc doortrekken wanneer ik wil. Ik kan zingen, ik kan fluiten. In het interview met het Nieuwsblad van het Noorden zegt hij: het leven hier voor mij is geen straf. Uiteindelijk krijgt hij nog 4 jaar aan zijn broek. Ongetwijfeld zal in het oordeel van de rechter hebben meegespeeld dat hij al 29 jaar op die zolder had gezeten. Als ik hoor dat hij nu 29 jaar geen buitenlucht gezien heeft, min of meer misschien wel als een soort dier binnen zijn huis zonder buitenlucht gezien te hebben, vind ik dat we enigszins zijn straf wel al gehad heeft, grotendeels. Ja. U zou een gratieverzoek van zijn kant niet onredelijk vinden? Nee, ik wil me graag bij op democratische wijze wat de heren nu beslissen, wil ik me graag bij aansluiten. Ik denk maar steeds, stel dat het nou allemaal anders was gelopen. Dat Jacques na de SS zich niet had aangemeld bij de landwacht. Dat hij alles had afgezworen en dat hij geprobeerd had het allemaal anders te doen. Dat hij een leven had opgebouwd met Jenny. Bijvoorbeeld dat ze kinderen hadden gehad. Dan had hij gewoon als een vrij man met die kinderen op bezoek kunnen gaan bij zijn ouders op de Pauwelaan. Dan hadden de opa en oma Filippa hadden gewoon hun kleinkinderen kunnen zien sleeën. Zoals alle kinderen op de Pauwelaan. Op deze winterbeelden uit 1952. Eind 1978 wordt Jacques Philippa vrijgelaten. De reclassering zoekt dan een passende woning voor hem. Ze vinden een flatje in Enschede. Maar hij is totaal ongeschikt voor de arbeidsmarkt. Leidt daar ook een zeer teruggetrokken bestaan. Ook daar komt hij nauwelijks buiten. Totdat in 1980 twee journalisten van het Nieuwsblad van het Noorden opsporen. Zijn naambordje hangt boven de brievenbus in de hal van de flat. Ze bellen aan. Hij komt naar beneden en staat de pers een uur te woord. Het eerste en het laatste interview dat hij ooit in zijn leven zal geven. Van de unieke gelegenheid om in de vaderlandse pers openlijk spijt te betuigen, maakt hij geen gebruik. Zijn nichtje Olga is geboren in het laatste oorlogsjaar in januari 1945. Ze is een half jaar oud als Jacques intrekt bij haar opa en oma Philippa. 27 jaar later pas krijgt zij het grote geheim van de Pauwelaan te horen. Ze hoort het van haar moeder. Mijn opa en mijn moeder hadden ruzie, niet erg, maar mijn moeder wou opa even niet zien. Maar ondertussen lag oma in het ziekenhuis. Nee, lag opa in het ziekenhuis, sorry. Oma lag in daar eentje thuis. En ik vond het wel erg raar dat mijn moeder niet even ging kijken of voor haar ging zorgen. Ik had net 2 kleine kinderen, dus ik ging met de kinderwagen daarheen en ik belde aan. En ze hadden zo'n hele lange gang en zo'n raampje met matglas. Dus ik zag heel vaag toen de keukendeur helemaal aan het eind heel zachtjes opengaan en weer heel zachtjes dichtgaan. En dat vond ik zo vreemd. En oma, die lag boven, want dus boven was de slaapkamer. Dus ik was verbijsterd en kon echt niet plaatsen wie dat was en waarom. Dus ik kwam thuis en ik heb het verhaal tegen mijn moeder verteld. En die kwam de volgende dag s'avonds het verhaal vertellen. Weet je, Olga, ik heb jullie nooit verteld dat er boven bij oma en opa, dat er Jacques zit, woont. En we waren helemaal verbijsterd. We hadden gedacht dat hij spoorloos was. En daarboven zat een man op zolder.
En toen gingen wij pas begrijpen waarom we nooit naar boven mochten. In zijn reclasseringsrapport schrijft Sjaak: ik denk dat het pure ouderliefde is geweest dat vader en moeder mij bij zich in huis hebben opgenomen. Na het lezen van mijn doodvonnis heb ik sterk overwogen om mij aan te geven, maar ik heb het niet aangedurfd, ook al omdat er dan veel negatieve publiciteit zou komen. En dat wilde ik mijn ouders niet aandoen. Dus ben ik maar gebleven waar ik was. Op 20 december 1981 wordt Jacques Philippa dood aangetroffen in zijn flat in Enschede. Hij ligt onder de douche. Het water loopt nog. Onderzoek wijst uit dat hij 2 weken daarvoor moet zijn overleden. Jacques Philippa stierf in volstrekte eenzaamheid, 64 jaar oud. Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. Verhalen over de oorlog, welke oorlog dan ook, zijn altijd weer schokkend, verbijsterend, confronterend en vaak zo onbegrijpelijk. Wat heeft Jacques Philippa nou ten diepste bewogen? Waar geloofde hij nou werkelijk in? In ieder geval geloofde hij jaren na de oorlog nog steeds in de zegeningen van het nationaal socialisme, totdat hij naar eigen zeggen eind jaren 60 de boeken las van Jacques Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom. Totdat hij begreep wat de rol van de SS daarbij was geweest. Toen pas gingen zijn ogen open, mosterd naar de maaltijd. Want toen was hij zelf al ten onder gegaan. Een mensenleven later blijf je nog met zoveel vragen zitten. Wat was precies zijn aandeel? Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij nagelaten? Wat had hij allemaal op zijn kerfstok? Maar ook hele gewone, kleinere vragen, logische vragen. Waarom heeft de politie nooit gezocht op de Pauwelaan? Jacques Philippa was voortvluchtig. Dan ga je toch eerst even bij zijn ouders kijken. Maar ook andere vragen. Is hij in die 29 jaar dan echt nooit buiten de deur geweest? Niet met één teen, wat hij zelf beweert? Ik kan dat heel moeilijk geloven. En ook, hoe is de verhouding met zijn ouders geweest op het emotionele vlak? Dag in, dag uit. Dat moet toch wat geweest zijn? Wisten zijn ouders überhaupt waar ze aan begonnen toen ze hem opnamen in 1945? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben gewoon gedacht, dit is van korte duur. Maar korte duur werd lange duur en uiteindelijk 29 jaar. En zo werden Bernard Philippa en Elisabeth Brinkman spelers in een drama dat ongewild op hun pad was gekomen. En dan is de vraag, hadden zij een keuze? Zeg het maar. Op de dag dat Jacques daar op de stoep stond, was het de moederliefde van Elisabeth die de doorslag gaf. En de liefde van Bernard voor zijn vrouw. En door Jacques op te nemen, werd de naam Philippa niet in opspraak gebracht. Hij leefde wel, maar hij bestond niet. Hij was onzichtbaar gemaakt. En die beslissing om hem op te nemen kwam 29 jaar later als een boemerang bij ze terug. Toen de naam Philippa op iedere denkbare voorpagina stond, tot aan de New York Times aan toe. Voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen. Probleem is alleen dat er voor Jacques na de oorlog geen voorwaarts leven meer bestond. Daar, op die zolder, was hij volledig tot stilstand gekomen. Zijn leven was waardeloos geworden, was futiel geworden. Ik ben ervan overtuigd dat hij het wel degelijk geprobeerd heeft al die jaren daar op die zolder, om achterwaarts iets te begrijpen. Alleen, hij kon het niet. Hij kon er niet bij. Achterwaarts begrijpen is een voorwaarde om door te kunnen gaan met je leven. Om door te kunnen gaan en de fouten uit het verleden niet te herhalen. Dat gold voor Jacques Philippa. Dat geldt voor iedereen.